bij. Oh, dit is zo raar. Hey, mama. Jongens, welkom bij een nieuwe vlog. Hoe vind je een nieuwe outfit? Deze jas past echt precies bij de bouwhelm. Heel toevallig. Deze jas lag nog in de auto. En wij gaan nu ons huis zien. We mogen door de voordeur. I'm so happy. Ik ga jullie meenemen. En we lopen dus nu naar ons nieuwe huis. De verdiepingen zitten erop. En ik ben te excited. Ik kan echt alleen maar lachen. Jij bent ook alleen maar aan het lachen. Ja, ik zit ook echt. We gaan nu met al onze buurtjes naar onze, naar de drie mooiste woningen van het rijtje. De enige drie die anders zijn. Oh, ja, dat is wel waar. De enige drie die anders zijn. Oh. Oeh, daar ging ik bijna. There we go. Nou, ik heb al meteen iets omhoog. Moet ik hem vastleggen in het moment jullie binnen? Ja. Ik moet gewoon huilen. Het is echt zo groot. Ja, jongens, het is echt genoeg. Oh, dit is zo raar. Ik ga even goed kijken met mijn eigen ogen in plaats van met de camera. Iemand. Dat is echt geweldig. Ik weet niet wat ik heb hoor. Maar het is echt veel groter dan het achterhof. Ik zag dat de lens een beetje vies was. Ik ga jullie even laten zien. Kijk, hier kom je dus binnen. En dan komt straks dus een hal. Dus zeg maar, dit wordt de hal. Eigenlijk tot waar Daan staat. Hier zie je ook de meterkast. En ja, en dan is de rest gewoon, het is gewoon onze zithoek. En je hebt ook super grote ramen, wat ik helemaal het einde vind. Dus hier gaan we waarschijnlijk de bank zo doen. Hier hebben we nog een erker met ook weer veel raam erin. Hier komt schuif bij. Hier weer een raam, daar een raam, daar een raam. Dus waar Daan staat, komt zo de bank. Hup, willen we denk ik hier een mooie stoel. Daar kom je naar de kamer binnen. En dan heb je hier gewoon zoveel ruimte nog. Het is echt groter dan we in ons hoofd hadden. En vaak zie je dat niet. Maar daar komt de hele keuken. Kookeiland ervoor. En dan gaan we even kijken of we dan hier de eettafel zetten met een bank. Of hier in de erker mooi een ovale tafel. Kijk hoe groot ook onze schuif bij wordt aan de achterkant. Jezus, wat cool dit. Het gaat nu wel weer. Ik had even... We gingen net voor het eerst ons nieuwe huis binnen en ik werd gewoon echt zo emotioneel. Ja, ik snap het. Je loopt voor het eerst gewoon je nieuwe woning binnen. En het is gewoon nog gaver dan je ooit in je hoofd had. Wauw. We krijgen dus een tuin rondom. En dat is ook zo gaaf. Maar dat is de vraag hoe groot die nog wordt. Ik denk een beetje zoals de hekken nu staan. Echt cool. Eten jullie? Sam en Max? Ja. Leuk. Wonen jullie ook in de buurt hier? Nee, ik woon hier. Kijk wel. Ik woon daar zo achter. Wat leuk. Is het leuk hier? Ja. Nou, wat goed. Ken jij de deur super? Nee. Waar komt de deur? Hier komt de deur zo. Naar de woonkamer. En dan kom je zo binnen. Hoe? Huppakee. Ja, en keuken. Ik ben nog dicht. Ja. Trapkast. Ja, we kunnen zoveel doen met de ruimte, jongens. Ik denk dat we een hele grote mooie tafel in de erker gaan zetten. En een speelhoekje voor wel. En dan gewoon een... Ja, deze hele wand wordt dus kasten. En keuken, kasten. Eiland ervoor. Ja, ik ben echt speechless nu even. Heel leuk. Dit was echt zo leuk. En dan te bedenken dat we nog meer van die kijkmomenten krijgen. Als het nog meer af gaat worden. Nou, ik denk dat het elke keer leuker wordt. Tada! Ja, dat is alleen maar leuker. Echt zo cool. Helemaal happy. Nou, nu ga ik naar huis. Ga jij nog even naar de zaak of niet?
Ja, ik denk dat ik op de zaak even wat eet en dat ik dan even een begin ga maken met al die... Ja, ik denk dat het ook een goed plan is. Ja. Zo'n koopavond, hè? Ja, ook dat. Maar ik kan ook vragen of die meiden wat voor je mee willen bestellen met hun avondeten. Ja, dan moet ik ze nu bellen voor dat ze bestellen. Oké, nou, tot zo. Een hele goede middag allemaal. Maar hij zit in de auto. En Daan is nu aan het tanken. We gaan even naar de Westfield Mall. Het is zondagmiddag. Ik heb jullie voor het laatst gezien met de vlog, in de vlog toen wij naar het huis gingen kijken. En dat was echt mega leuk. Meer dan leuk. En ik heb daarna vrijdag en zaterdag gewerkt. En nu eindelijk lekker een dagje vrij. En het was weer heel erg druk. Dus ik ben al lang blij. Maar we dachten even het leukste doen. Alleen Bel die sliep vet lang. Dus hebben we er wakker moeten maken. Die deed ik om 12 uur naar bed. En die werd pas om 3:15 hebben we er dus wakker gemaakt. En we zitten dus nu om 3:15 nog in de auto naar Westfield Mall. En dat is voor ons drie kwartiertjes rijden. Maar wij dachten al zijn we daar 2 uur. Een beetje winkelen. Een beetje naar die spelletjeshal met Bel. Dan vinden wij het al leuk genoeg. We hoeven niet eens naar Peppa Pig. Maar we vinden dat gewoon een hele fijne plek. En dus daar gaan we nu naartoe. En ik heb er op zich wel zin in. Ik vind het gewoon heel leuk daar. En aankomende week is het een spannende week. Want dan hebben we 5 jaar bestaan volgende week, volgend weekend. Maar ik heb ook dinsdagavond een babyshower van Christy. Van mijn beste vriendin. En die hebben we geregeld met z'n allen. Met andere vriendinnen van haar ook erbij. En ik heb ervoor gezorgd dat zij zo erg verrast wordt. Omdat... Even een soort van korte introductie. Chris, als je kijkt. Dit had jij nooit zien aankomen. Meestal heb je misschien wel iets door. Alleen dit niet. Jij was laatst 30 geworden en je wilde je verjaardag niet vieren. En toen heb ik tegen jou gezegd, kom op. Jij moet gewoon iets doen. Tenminste, je moet niks. Maar ook al is het natuurlijk al ver in de zwangerschap. Laten we lekker uit eten gaan. Toen zei je, ja, is goed, gezellig. Dan heb ik met Christy dus een avond gepland om te gaan uit eten. En ineens zat ik te denken en kreeg ik een idee om dus te vragen aan iedereen voor de babyshower of ze die avond konden. Want ik dacht, dan verwacht Christy het niet. Want ze denkt gewoon echt dat ze met mij voor de verjaardag gaat eten gaat. Ik ga haar dan met Soraya ophalen. En dan zorgen we dat iedereen al in het restaurant in Haarlem zit. En er al is. En dan weet zij denk ik niet dat er overkomt. Dus dit was even een korte introductie. We gaan nu wat leuks doen. En ik hou jullie de komende dagen op de hoogte. En ik ga natuurlijk alles filmen van deze verrassing. Dus ik denk dat het een hele leuke vlog wordt om te kijken hoe verrast zij wordt. Want ik ga gewoon vloggen straks. Alsof we uit eten gaan die dinsdagavond. En dan ineens zit iedereen daar. En dan wil ik jouw hoofd nog wel eens zien. Ze gaat alles bij elkaar huilen. Ik weet het nu al. Maar ik ben nu al heel erg blij en enthousiast over die avond. Dus vandaar dat ik het alvast vertel. En we gaan nu naar Westfield Mall. En dan gaan we even kijken wat voor leuks we daar gaan doen. Maar het wordt sowieso al... Het is al een hele leuke vlog door de beelden van ons huis die jullie net hebben gezien. Maar het wordt echt nog veel leuker, want ik ben zo benieuwd naar haar reactie. Zit je lekker, Bel? Ja, hè? Ben je naar iedereen aan het zwaaien, Bel? Dat is lief. Hé, hey, dat is lief. Ben je eien, Bel? Kijk eens waar we zijn eerst. En we bij Peppa Pig. Zijn we toch nog even heen gegaan. Ja, we mochten nog even een uurtje hierin. Het is nu 5 uur. En het is tot 6 uur open. Dus we mochten hier nog even naar binnen. Superleuk. Dus Bel is helemaal blij dat we nog even naar binnen mochten. Hè? Want we liepen er langs. En toen herkennen ze het meteen. En het is ook lekker niet zo heel erg druk, jongens. Dus dat is ook heerlijk. Zie je dat je toch gewoon niet voor niks hierheen bent gegaan. En dat we het alsnog een hele leuke middag hebben, al waren we wat later. Kijk hoe lekker rustig het is, jongens. Het laatste uurtje van de dag. En het is helemaal relaxed.
even zwaaien. Papa! Mama! Papa! Mama! Papa! Oh, schatje, dit is toch te zoet. Daar gaat ze hoor. Oh, zo schattig. Opa Big heeft voor Peppa een boomhut gebouwd om in te spelen. Voor George heeft hij een fort gebouwd. Het gaat zo hard, ze kan al zoveel. Vergeleken met vorige keer dat we hier waren, kan ze nu al veel meer. Daar gaat ze hoor. Goed zo, ga maar zitten. Goed zo. Woehoe. Hey, en dan komt mama. 1, 2. Even kijken. Echt mazzel, vorige keer was het vol en nu konden we zitten. En ik had vanmiddag nog gekeken om te reserveren, hè? Ja, maar we zitten nu bij dat Tatsu. Nou, zien jullie daar? Ze gaat precies de verkeerde kant op en Daan loopt met twee warme koffies. En ik wil toch nog even vloggen. Wel, kom nou! Etter, ik heb ook allemaal handen vol. Ze heeft net een poepluier gehad, nou je wilt niet weten. En ze blijft nu van ons wegrennen, deze boef. Ik heb er helemaal moeten opkleden. Ik heb zelfs een romper en een broekje weg moeten gooien. Omdat het zo erg onder de poep zat. En ik zelf dus ook nu. En ik wil echt naar huis. En zij blijft gewoon weglopen van ons. Oh, wat erg dit. Ja, kom. Ga maar, ik ga je pakken. Ik ga je pakken, ga rennen. Naar papa rennen. Ik ben echt helemaal in de stress. Oké, Robje, vertel. Ja, we vroegen dus over dat groene jasje, maar ze had die zwarte al met dat oranje aan de binnenkant laatst gepast. En dat vond ze niet, vond ze gewoon niet leuk met haar lichaam, zei ze. Vindt ze het niet mooi als ze juist, omdat ze juist zwanger is? Nee, vindt ze niet mooi meer. Wat ze wel leuk vindt is de oliebroek met die knoopjes aan de zijkant. Oh ja, oké. Okay. De oliepants, ja, die kan ook over de buik. Makkelijk. Die vond ik zoveel. Het was een beetje toevallend. Ja, jongens, dat creme vetje vindt ze heel leuk, maar die laat ik voor haar inkorten. Ja, kan je dan ook grijs daarvan pakken? Dan pak je gewoon grijs en dat creme setje in. Dus creme pak, die oliepants. En, die, en dat kleurtje vond ze ook niet leuk voor de zomer. Zandkleur ook niet SM. Nee. Goh, Chris, wat ben jij lastig. Nou jongens, jullie hoorden net het gesprek van mij en Robin. Jeetje, ik probeer even die camera een beetje normaal te zetten. Ik was helemaal in de stress. Vanavond is het de tijd voor Christie's baby shower. En ik ben me nu ondertussen aan het opmaken. Oh, wat een stress. Op een gegeven moment, ze heeft dus helemaal niks door. Ik ga dus met Christie uit eten, met Soraya erbij. Nog voor haar 30ste verjaardag. En iedereen zit daar dus vanavond klaar. In het restaurant als wij binnenkomen. Ik denk dat ze echt alles bij elkaar gaat huilen. Chris, hiervoor alvast sorry. Maar goed, iedereen helpt mee. Whitney die regelt dat de bloemen opgehaald worden bij de duinroos. En dat de cadeaus van de winkel die ik nog extra aan Chrissy geef ook meegenomen worden vanuit de winkel naar Haarlem. Dan gaat Shania, die haalt de ballonnen op. Lenny had de voorziening op bij Soraya thuis. Dus een baby showerbord en alle toebehoren daarbij. Zodat iedereen daar al is als wij dus komen en dat alle versiering daar klaar staat. Dus ballonnen, trosjes op tafel, bloemen voor op tafel in het blauw en wit. Een bord, nou enig bord. Ik kan hem laten zien, maar het is echt leuk wat Sor heeft besteld. Ja, iedereen draagt zo zijn steentje bij en dat is gewoon echt onwijs fijn dat iedereen iets doet. Want ik kan natuurlijk moeilijk als ik Christie straks ophaal om uit eten te gaan met allemaal cadeaus mee naar het restaurant lopen. Want dan heeft ze meteen door. Dus dat is gewoon bizar. Maar kijk, ik laat even het bord zien die Sor dan heeft geregeld. Dit is echt heel leuk ook. Wacht, hoe enig.
Die staat dus aan het begin van de tafel. Waar wij gaan zitten met z'n allen. En ja, ik denk nogmaals dat ze zich zo niet doorheeft wat er nu allemaal gaande is. Want we waren dus met een andere baby shower bezig. Ook voor haar natuurlijk, maar die wilden we dan in mei plannen. En toen had Sor per ongeluk in een verkeerde groepsapp iets gestuurd. Waardoor Christy nu denkt dat het in mei is. En die heeft gewoon nooit een idee, denk ik. Ik denk dat ik haar wel beter ken als vandaag. Gewoon wel goed ken. Dat het vanavond is. Dus het is nu 2:30. En ik kan gewoon niet wachten tot ik haar straks ophaal. En ik ga dan ook gewoon vloggen. Alsof we met z'n drietjes uit eten gaan. En zij weet ook dat ik altijd vlog. Dus ik ga ook gewoon vloggend naar het restaurant toe lopen. En zorgen dat haar reactie hier op deze vlog staat natuurlijk. Dus de hele tafel ligt vol met cadeaus van de winkel. Sommige meiden nemen ook nog dingen mee. En hebben met z'n allen, iedereen die daar is, hebben we een cadeau geregeld voor Christy. Namelijk een Artie Poppen draagzak. En dat is natuurlijk ook wel een mooi cadeau. Dus dat is ook nog geregeld. En nou ja, ik heb een menu gemaakt voor bij Toujours in Haarlem. Met lekker sushi. En voor haar dan alles zwangerproef en notenvrij. En alles is gewoon tot nu toe in de puntjes geregeld. Ik ben helemaal blij voor mijn vriendin. En ja, wat ik zeg, ik ga me nu opmaken. En dan ga ik jullie meenemen in dit leuke avontuurtje. Ik heb 2 jaar geleden heb ik dit ook allemaal gevlogd. Ik weet niet of jullie dat toen hebben gekeken, maar toen was ze zwanger van Abby. En toen was het coronatijd, maar toen hadden we wel een baby shower geregeld in een hotel voor ze. Dus ja, nu is het weer zover voor de volgende baby die eraan komt. Het jongetje waar ze nu zwanger van is. En ja, het is wel echt leuk. Christy is nu 29 weken. En is al echt best wel een beetje op en aan haar eind. Maar ik denk dat het goed is dat we nu de baby shower doen en niet over een maand of zo. Dat had echt niet meer gekund. Zij had dan echt al te moe daarvoor geweest. Ze appte me ook net. Ik ga helemaal stuk. Maar Chris was dus net in de winkel. En ze zat daar en ze heeft niks door. Dus ik was helemaal in stress. Want ik had Robin net geappt van dit en dit en dit moet je inpakken voor Christy. Voor vanavond. Zou je dat willen inpakken? Dan komt Wit niet ophalen. En op dat moment dat ik Robin dat app van wil je dit voor Christy regelen? App ze is nu hier in de winkel. Dus ik kreeg echt een soort van heart attack. Dat ze erachter zou komen wat er vanavond was. Want die meiden van de winkel weten het ook nu. Hierdoor. Dus ga ik doen. Nou, dus Christy appt me ineens van ja, ik was even langskomen voor het Amica pak. Ik zeg, oh leuk. Ik zeg, dat is echt wel iets voor jou. Ik zeg maar, wat zei ze? Ik ga nu even liggen. Want deze oma is er dan vanavond weer helemaal klaar voor. Ik zeg, ja, ik zeg, denk maar lekker aan de sushi. En ga maar even lekker chillen. Toen zei ze nog, wat doe jij aan? Toen zei ik, nou, een blauwe body met een spijkerbroek. Oh, leuk. Ik zeg, wat doe jij aan? Niks, ik weet het nog niet. Haha. Dus het liefst zou ik nu zeggen van, tut je lekker op. Maar dat is dan weer te opvallend. Maar goed, genoeg hierover. Ik ga me nu opmaken. En dan zie ik jullie zo meteen. En dan neem ik jullie mee in de auto. En vanavond met deze leuke verrassing. Ik dacht, laat ik even mijn haar krullen weer een keertje. Zodat jullie dat zien. Dus ik zet daar even een leuk muziekje onder. En dan kun je gewoon kijken hoe ik dit dus elke keer doe. Als ik niet de Dyson heb, dan doe ik het dus met deze stijltang. En in de beschrijving van deze video staat hoe die heet en welk type het is. Dus hier komt die. Oh ja, nog één ding. Het is wel leuk om te zien hoe snel ik nu ben. Dus het is nu 2:54. We gaan even minuten tellen. Dan zien jullie zelf hoe snel ik klaar ben hiermee.
Jawel. Sammy heeft je nog willen zingen. Echt? Ja, maar ik zet daar een muziekje onder. Oh. Maar ik denk dat Sammy helemaal stuk gaat. Ja, dat is anders. Geen grappen, Sam. Kijk. Ik zei net, 3:04 was het, hè? En jongens, hoe laat is het nu? 3:09. Dus betekent dat ik in 5 minuten krullend haar heb gemaakt. Dit gaat gewoon de hele week mee als ik het niet was. En mijn secret is droog shampoo. Van Sophia May vind ik hem nu op dit moment het allerbeste. Omdat hij is wel duur, maar je hoeft maar heel weinig te gebruiken. Dus die is echt top. Maar de eerste dag hoef ik meestal niet eens droog shampoo in te doen. Dus ja, dit is gewoon mijn lookje wat ik altijd heb met slag. Niet te veel krul en wel volume. Oké, girls. Nou, dit is het lookje geworden. Ik had laten zien hoe ik mijn haar natuurlijk heb gekruld. En ik sta nu buiten bij Soort te wachten. En ik dacht, ik zal even mijn lookje filmen. Ik heb die body aan uit de winkel met tie-dye blauw. En het is gewoon niet echt raar dat ik blauw aan heb, want dit is net nieuw. Dus dan zal Christy ook niet afvragen van waarvoor heb jij blauw aan, want dit is gewoon nieuw in de winkel. Oh my god, ik merk aan mezelf dat ik helemaal zenuwachtig ben. Maar goed, ik heb dus een lookje gedaan, een beetje met glitters en voor de rest gewoon basic en rustig. Ik ben er klaar voor, ik vind het heel spannend en we gaan er zo ophalen, dus we moeten echt pokerface. En dat kunnen wij gelukkig wel goed. Hè? Dus ik heb er heel veel zin in. We gaan er onwijs laten verrassen. En alle meiden zijn er nu al om de tafel klaar te maken met alle cadeaus en alle versiering. En ik ga jullie meenemen en even wachten tot het zo roder is. Ik zei net dat ik zenuwachtig was. Jij ook? Ik ook. Misschien dat hij zo... Ik denk de hele tijd... Ik weet zeker, Jim heeft wat gezegd, dat denk ik. Denk je dat? Dat die dan misschien zegt van... Doe je dit aan? Ja, nou, het lijkt me toch niet, hè, Jim? Godsamme. Nou, ik hoop echt dat ze echt niks weet. Nee, volgens mij ook niet. Dat kan gewoon niet. Dat mag niet. Maar jij staat gewoon voor de deur en ik zit nog in mijn ondergoed. Wat is dat dan? Maakt niet uit. Ik ben gewoon echt zenuwachtig. Dus ja, nee, ik moet haar om 6:00 ophalen. Dat is niet 6:10. Ja, dus ik dacht, jij bent stil. Oh, mijn god. Godverdomme. Ik dacht, ik ben helemaal zenuwachtig en ik was al veel te vroeg klaar. En ik zat ook nu voor het eerst even een middag thuis zonder iets te doen. Maar wil jij hem anders pakken, hoor? Ja. Dus even kijken of je er plekjes voor kan vinden. Maar goed, dus ik zat al helemaal klaar. Ik heb de hele middag niks gedaan. Ik ook niet. Echt lekker ook thuis gebleven. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik had er ook geen zin in. Alleen even naar de kinderboerderij geweest. Ik was even in de ochtend wezen zwemmen met Bel. Toen heeft ze echt vet lang geslapen en toen... gewoon thuis lekker helemaal niks gedaan. Ik heb ook net pas opgemaakt en haar gekruld. Ik zag haar uit vandaag. Ik leek wel een zwerver. Nou ja, ik heb trouwens nog een hair tutorial opgenomen net. Oh. Dus ik zag eruit. Nou, ook als een zwerver. Nou ja. Niks om gezicht. Wees je zwemmen. En dan ook nog half je haar nat. Nou, dan ben je gewoon echt op je lelijk. Als je dan ook nog eens geen make-up op hebt. En dan in een joggingpak daar het zwembad weg in een knot. Oh, dan voel je je echt op je allerlelijkst, hoor. Ja, ik zag er ook echt niet uit. Maar ja. We zijn er nu wel en we zien er goed uit en ja, we gaan haar ophalen en dan ben ik heel benieuwd. Ja. Oh mijn god. Ik zat net te denken, ben ik niet te blauw, maar ja, dit is wat ik net nieuw heb in een winkel. En ze appte al van, wat doe je aan toch? Ja. Je had niet gereageerd. Oh, ik heb dat ook niet gereageerd. Maar ik had ook niet gelezen dat jij zei, ik sta er. Dus ineens kijk ik en ik denk, oh mijn god, ik heb hem nog niet eens aan. Ja, en ik heb heel slim die groepschat uitgezet, zodat ze niet... Nee, zodat ze... Van jou. Zodat niemand... goed. Maar ik dacht dus, ik doe dat spijkerpak aan. Maar die kon ik dus niet vinden. En jij stond er al. Oh, dus toen dacht ik, oh mijn god, nou ik doe dit wel aan. Maar toen dacht ik, dan ziet ze dus dat ik blauw aan heb. Ja. Dus nu heb ik maar een sjaal omgedaan. Ik hoop niet dat ze het weet. En Jim, ik hoop ook al helemaal niet dat jij iets hebt gezegd wat er laat vermoeden. Nee, ik hoop toch? Oh my god, hey. Vanmiddag ook dat ze in die winkel was en weet niet binnen liep. Ja. Tenminste, niet tegelijk gelukkig, maar had zo kunnen gebeuren. Maar ik moet ook echt opletten, want ik verspreek me ook altijd. Oh, jij moet dan echt gewoon niet zoveel zeggen. Nee. Ja, of we gaan het gewoon hebben over het onderwerp waar ik Maris net over sprak. Oh ja. Het onderwijs. Oké, tot zo. Tot zo. Oh.
Moeilijk, moeilijk. Ik heb zoveel droogshampoo in mijn haar dat mijn krullen niet pakken. Ken je dat? Ja. Mijn krullen staan ook op zijn mooiste. Als dus gewoon helemaal niks in mijn haar heb zitten. Nee, als je net je haar volwassen bent. Nou. Ze zag ons al hoor. Ik zag iemand opstaan in de woonkamer. Die schuift nu weer in mijn achteruit. We houden iedereen op. Ja. Nou en. Oh, ik wilde even naar Abby zwaaien. Hoor. Even ouders gewacht tot wij naar mijn kind konden zwaaien. Ik denk ik vlog ons even, want we gaan een keer naar. Schat hem een avondje uit. Oh. Oh ja, druk jij even de rem. Nee, sorry. Ja, ik dacht, als ik daarheen ga, dan kom ik niet meer terug. Vast. Nou ja, goed. Wij gaan in ieder geval zelf. Eindelijk wist weer een keer een hapje eten. Echt zo. Godsamme, man. Ik denk dat dit het eerste is dat we allemaal moeder zijn. Dat wij met mijn helm is vast. Nee, joh. Meiden, heb je niet een... Maar dat we met z'n drieën gaan eten. Oeh, er gebeurt iets. Mag ik je zelf filmen, hoor. Ja, wat denk je dan zelf? Maar, ja, nee. Ik wanneer... kan me niet herinneren dat wij dit... Dit is nu de halve. Oh! Ja, oh, zie je, ik ben hier niet van weggelegd. Maar ik moet even iets vinden, want ik krijg heel snel een lange arm. Oeh. Ik ga hem daar niet opzetten. Oeh. Nee, deze auto kan je gewoon nergens stutten. Dit vandaan? Is gewoon niet mogelijk. Jezus, wat een vette glazen. Oh, dat is niks voor hem. Nou. Dat is altijd allemaal zo. Oh nee, wacht. Ik denk dat het mijn vinger was. Maar God. Wacht, hij is uit. Wanneer was de laatste tijd... Is hij wel aan het filmen? Weet ik ja, veel. Ja, jij filmt. Maar wanneer was de laatste keer dat we uit eten gingen? Ik denk dat het nee. Nou kijk, nu hij gaat af en toe uit. Of wat? Nee. Komt dat? Nee, hij gaat niet uit. Hij staat aan. Hij staat rek. Oh. De laatste keer. Volgens mij was dat bravoer. Pasta. Met z'n allen. Pasta en basta. Pasta en basta. Toen was jij zwanger. Ja, dus... Wacht even, dit, oh dit gaat God, niet. Maar, nee, moet even goed. Dit gaat niet. We kunnen even goed praten. Voor het eerst dat we met z'n drieën gaan, sinds we allemaal kinderen hebben. Ik ga nu rijden, dus jullie gaan weer vallen bijna. En Maaike, het is één. En toen was ik zwanger, dus zeker een jaar geleden. Meen je dat nou ja, pasta en basta was voor jouw verjaardag als verrassing, weet je dat nog? Ja. En toen was jij zwanger? Ja. Wow, vet lang geleden dan. Maar wat bedoel jij bij bravoer dan? Ja, dat was met V2. Ja, dat ze... Met al die meiden. Oh, maar was je er niet bij? Jawel. We wedden dat jij daarbij was. Dat jij was de organisatie. Ja, jij ging juist met die meiden van de winkel en toen... Wat? Ik ging huilen. Toen moesten we Sor wegdragen. Ik weet Sor had even een mental breakdown. Maar Sor, dat is het leven. Ik heb ze iedere dag. Oh, ik vind het wel goed in je gaten hoor. Ja, maar ik vind het ook leuk. Maar dit vind ik wel even een dingetje. Ik had toch ook jezelf zo filmen en dan ons. Ik totaal niet op. Die zit ja, maar ik krijg een lange arm hier van meiden. Gewoon, ja. Ja, oké. Maar wat wilde ik nou zeggen? Heb je even gechilled? Ja, ik heb heel lang in bed gelegen. Oh, in bed ook echt? Ja, dat moet van Jim. Ik moet rusten, want ik heb heel veel harde buiken. Oh. En als je zit gaat... Maar echt heel veel. Oké, we moeten delen. Dat is heel veel. Nou, ik heb er... Hier, wij doen het even samen. Oh, sorry. Ik doe hem ook meteen zo aan mijn mond. Ik had er nog maar twee, maar geef me. Oh, ik zit zo raar te rijden, omdat ik ook op die camera probeer te letten dat het niet valt. Nee, valt niet. Komt goed. Zometeen gaat hij echt vallen. Daar. Nee, komt goed. Ik let erop. In de bocht. Maar Chris, hoe ver ben je nu zwanger? Even voor de followers. Subscribers. Wij zouden nog steeds een Q&A doen met McDonald's, maar goed. Ja, het gaat me meer om die McDonald's dan om die Q&A. Hoor. Ja, mij ook. Maar dat moeten we ook even inplannen inderdaad. Wacht even, want dit is geen goede hoek voor een moeder die zwanger is. Hè? Want moeders hebben wel een dikke onderkin. Even kort. Ik ben nu... wacht, ik moet even nadenken. Want ik ben op zaterdag een hele week. En welke dag is het vandaag? Dinsdag. Dus ik ben nu 29 weken en 1, 2, 3 dagen. 29 en een halve week. Nog eventjes. Ja. Ben je wel eens bij Touchoon geweest? Zo lekker. Nee. Toen ik daar die shoot had. Ik heb die shoot toch al gedaan daar. Wie? Wat was het, Valentijn? Shoot? Oh, is dat daar? Ja, dat was toch Valentijn? Ja. Ja. Het is daar in dat restaurant. Het is echt heel mooi en heel lekker. Ja, ik vind het er wel heel leuk uitzien. Dus ik dacht, ik moet gewoon een keer daar. Ik heb helemaal mijn haar stijl gemaakt voor deze gelegenheid. Hè? Ik heb helemaal voor jou gebeld of alles notenvrij kan. Echt? Zwangerproef kan, niet zo zien. Ja, want ik heb een hele waslijst. Hè. Als ik nu ergens ga eten, dan duurt het 5 minuten hè, voordat ik al mijn... Ik ben helemaal zenuwachtig van jou. Voordat dus ik al mijn minpunten heb doorgegeven. Nou... Oh, lekker. Akkerd. Nou, echt zo.
Hij gaat snel. Leuk, hè? Nou ja. Oh, Gussie. Oh. En ik ben als enige. Ik ben ook. Ik zag ook het tussen Rosa en dat ik denk, oh mijn god. Oh, ik tril helemaal. Dat naar binnen liep ik. Mijn hart zat in de kip. Echt waar. En ik zo gereserveerd op. Oh, het ziet er maar uit. Leuk hè, Sor. Oh mijn god. Dat gordijn ook. Is echt vet goed dat hij dat gordijn opendeed. Hoi. Had je het 1 seconde verwacht? Nee, 1. Ik zag wel achter dat gordijn wat begonnen. En toen dacht ik, oh meiden, jullie hebben weer uitgepakt voor mijn verjaardag. Dat was eigenlijk onder de maar ook vet goed met dat gordijntje dat je nog niks zag. Dus echt? Ik dacht, ach, ze hebben weer ballonnen geregeld. Dat dacht ik. Een betere plek kon niet. Nou, ik weet het helemaal. Ik denk, hè? Welkom to your baby shower, Chris. Nou, bedankt. Ik heb helemaal mijn best laten doen. En je hebt roze aan. En ik heb roze aan. Ik ging stuk, ze staat de auto in en ik denk, ik heb roze aan. Wij waren zenuwachtig, Chris. Jij hebt niks doorgehad, hè? Ik heb helemaal niks doorgehad, joh. Ook niet van ons. Bizar. Mooi, en we kunnen niet wachten. Nou, kind. Ja, wat een mooie vriend. Ik word helemaal emotioneel. Jij hebt foto's. Nee, maar dat is jammer. Wat leuk dit. Zwangerproef. Helemaal in shock. Je had het echt niet verwacht. Nee, zo leuk. We zitten alweer aan het hoofdgerecht, jongens. En het is hartstikke gezellig. We hebben net sushi gekregen. En nu lekker een simpele burger. Heel lekker het eten hier. Moni denkt gewoon, dit is allemaal voor mij. Ik allemaal voor passie. Het ziet er wel heerlijk uit, in ieder geval. Wat was dit ook alweer? Dat weet jij toch? Dat weet ik niet. Karamel. Geen calorieën. Nee. Geen toegevoegde suikers. Wat? Sorry, is ook het bordje aan het invullen. Ik moet het even filmen. Geef een tip voor de toekomstige ouders. Let's go. Oh, wacht. Ik vlog nu. Sorry. Ik vlog nu. Van. Ja? Echt genoten. Niet totaal niet verwacht, maar echt genoten. Goed zo. Ik ben jullie heel dankbaar voor deze avond. Ja. Wij zijn jullie dankbaar dat jij onze vriendin bent. Dat snap ik. Ik ben zo dankbaar dat ik besta.